Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben vandaag weer bij jullie met de Lookfantastic Beauty Box van de maand juli. Als jullie denken, je ziet er anders uit, dat kan kloppen. Ik ben namelijk inmiddels bevallen. Jullie gaan nog wel wat video's zien waarin ik nog zwanger ben. Omdat ik al heel erg vooruit had gewerkt, zodat ik een poosje niet hoefde te filmen. Daar heb ik inmiddels een uitzondering voor gemaakt voor het nieuwe Anastasia Beverly Hills palet. En ik maak nu weer een uitzondering om toch deze met jullie te unboxen. Daar heb ik aan getwijfeld of ik deze gewoon voor deze maand een keer zou laten schieten. Maar ik vind het toch ook wel leuk om hem wel gewoon op te nemen. De video over de baby die komt nog. Ik denk dat dat gewoon een make-up en kletsenachtige video gaat worden. Die gaat nog komen. Maar die komt als ik lekker rustig genoten heb van ons kleine mannetje. En ik echt weer video's ga maken. Voor nu gaan we deze unboxen. Ik heb een abonnement van 12 maanden. Als je een abonnement hebt van 12 maanden, betaal je €15,50 per maand. Je kunt ook een abonnement nemen van 3 maanden, 6 maanden en een eenmalig bestellen. Maar dan betaal je dus iets meer. Het goedkoopste abonnement is voor 12 maanden voor €15,50. Laten we gauw gaan kijken wat er allemaal in zit. We hebben weer een boekje. Lekker summer vibes. Even kijken, ik denk dat we hier twee producten hebben die we allemaal hebben. En dan hebben we hier nog een aantal producten die we waarschijnlijk niet allemaal hebben. Laten we beginnen met de eerste twee producten die hier staan. Dan hebben we als allereerste van By Terry. Dat is de Hyaluronic Hydra Powder. Ik denk dat het een setting powder is. Ja, een translucent setting powder. Van By Terry dus. Het is een kleintje. Er zit 4 gram in. Maar wel heel leuk. Leuk om te proberen. Handig ook om mee te nemen op vakantie. Ja, ik vind dit leuk. Blij mee. Dan is het volgende product van Minetan. Ik ken het merk niet. En het is een Moisturizing After Sun Gel. Ja, super handig. Volgens mij is die heel waterig als ik het zo zie. Maar heel handig. Ik ken het merk verder niet, dus ik weet niet wat ik ervan ga vinden. Maar ik ben wel heel benieuwd. Als ik een dagje in de zon heb gelegen, dan zal ik hem gebruiken. En dan ga ik jullie laten weten wat ik ervan vind. Dan is het volgende product van Foamy. En dat is een Papaya Body Bar. Oh, Shower Body Bar. Dus het is gewoon een douche gel, maar dan in blokvorm, zeg maar. Hij ruikt wel lekker. Ja, ik vind een lekkere geur, een aangename geur. Zo ziet het eruit. Ja, het is eigenlijk gewoon een stuk zeep, maar het voordeel daarvan is natuurlijk wel dat je buiten de kartonnen verpakking, die waarschijnlijk gewoon heel goed recyclebaar is, geen plastic hebt. Het staat er ook op, 100% plastic free. Dus je hebt geen verdere verpakking. Wat natuurlijk weer beter is voor het milieu. Dus ja, ook deze ga ik proberen. Ik ben heel benieuwd. Dan is het volgende product van Umberto Giannini. En dat is een scalp scrub. Dus dat is een scrub voor je hoofdhuid. Ik had er eentje van, ja, weet ik even niet welk merk, stom. Ik ga dat opzoeken en dat ga ik hier neerzetten, waar die van was. Die zat ook in de Lookfantastic Beauty Box volgens mij en die vond ik heel fijn. Dus ook deze ga ik zeker gebruiken. Het is een grote pot trouwens, ik denk dat het een full size is. Het is 200 milliliter. Maar ik ben heel benieuwd. Ik ga dit zeker proberen. Dan is het volgende product van Mio. En dat is een body butter. In een tube. Ik heb nog nooit een body butter in een tube gezien. Maar goed. Dat is eigenlijk voornamelijk omdat het natuurlijk vrij dik is normaal gesproken. Ja, dit is ook niet heel dik. Hij ruikt heel fris. Beetje mintachtig.
Ja, hij voelt wel heel lekker zacht aan. Mijn hand voelt nu echt wel zacht. Ja, het is niet helemaal mijn geur, maar hij voelt wel fijn. Dus ook hierna ben ik weer heel benieuwd. Ik ben gek op alles wat mijn huid goed hydrateert. Dus ja, ook deze ga ik gebruiken. En dan is voor mij het laatste product van Beauty Pro een Pink Clay Sheet Mask. Dat is deze. Ja, het is gewoon een sheet mask voor je gezicht. Deep Cleansing Formula en Anti-Aging. Dus altijd goed. Leuk. Dan waren dat mijn 7 producten. 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6 producten. Sorry. Dan waren dat mijn 6 producten. En dan had je nog van Cetaphil, heet dat zo? Een skin cleanser kunnen hebben. Deze. Maar ik had dus deze. Dus ja, dat is nog de variatie op de box. Ik vind het een leuke box. Ja, ik vind het echt een hele leuke box. Er zitten deze keer alleen maar dingen bij waarvan ik denk, leuk, wil ik proberen. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik vind het echt een goed gevulde box. En als je dan bedenkt dat als je een abonnement hebt zoals ik, dat je de €15,50 hiervoor betaalt, ben ik echt heel tevreden. Ik ga alles lekker uitproberen. En dan ga ik jullie laten weten wat ik van alles vond. Dan wil ik jullie voor nu heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, geef dan even een duimpje omhoog. Even op de like-knop drukken. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Daar zou je mij heel blij mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!